Nieuwveld bij Robur officieel in gebruik genomen. De volgende beelden hebben we gemaakt tijdens de aanleg van het veld. Nieuwveld, tweede in Nederland. Tevreden? Ja, we zijn heel tevreden. Het was een groot risico om het in de winter te doen, of het alles op tijd zou komen. En nu het 3-4 weken ligt, we weten dat we nog een paar weken moeten wennen. Dat alles moet inzakken, maar de commentaren zijn, ja, het is even wennen, maar iedereen is heel tevreden. Ik ben super blij, natuurlijk eigenlijk alle eer aan Robur en ik ben heel blij dat wij daarbij hebben kunnen bijdragen financieel. Maar het belangrijkste is de wil van een club, hè, van een vereniging, dat hij dat wil doen. Nou ja, Robur heeft gezegd, ja, doe ik. En voor wat mij betreft is het een voorbeeld van, voor de rest van Nederland, maar ik hoop dat heel veel in Apeldoorn ook gaan volgen. Zoals het nu naar uitziet, zou het hoofdveld over een jaar of 7 aan de beurt zijn. En we gaan ervan uit dat we dan voor hetzelfde zouden kunnen gaan. Want iets moois is er niet te krijgen, denk ik, op dit moment. En misschien non-invul over 7 jaar, maar dat zien we dan wel weer. We hebben 2,3 miljoen vrijgemaakt. Dus alle clubs die willen met een veld in Apeldoorn, kom vooral naar de gemeente. Dan gaan we met elkaar kijken wat de mogelijkheden zijn. Er ligt een potje klaar om te kunnen meebetalen, meesteunen. Dus laten we met elkaar nog meer van dit soort mooie dingen doen als Robur heeft gedaan. Toen we al met het proces bezig waren, kregen we al vragen van hoe doen jullie het? Kunnen jullie ons informeren? Toen hebben we samen met de sportraad besloten, we gaan een informatieavond organiseren. En dat is volgende week dinsdag. En dan komen hier in ieder geval 5-6 verenigingen die heel erg geïnteresseerd zijn in ons verhaal. En dat willen we graag met ze delen, hè? Waarom het wiel opnieuw uitvinden. Je hebt ook een potje om bij te dragen in de energie van verenigingen. Ja, ook daar hebben we geld voor vrijgemaakt. Dat is 1 miljoen wat we vrij hebben gemaakt. En daar kunnen de aanvragen al voor ingediend worden. En dat is om te zorgen dat niet mensen meer hoeven te gaan betalen en clubs toch rond kunnen komen. Tot slot, gaat u alle velden zelf mee openen? De nieuwe velden? Nou, zoveel het kan in ieder geval. Want ik vind dit echt heel erg tof. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus de volgende die ik ga doen, ga ik sowieso mee openen. Dat is bij deze beloofd.